Door, we doen korte soort micro-pauzes. Daar kun je even koffie halen, nog even je dingetje doen. En dan zetten we de camera's allemaal weer aan om even naar elkaar te zwaaien. Om niet het gevoel te hebben dat we in een soort zwart gat zitten hier. Maar ja, ben je zover? Ja, ik ben zover. Alleen de praatplaat moet ik even voor tevoorschijn toveren. Ja, Dat ga mocht je ik doen. problemen hebben, we hebben hier backup voor je. Dus wees gerust als je technisch niet uitkomt. Babette hier achter mij, die kan jou helpen. Is geen paniek. Als het goed is, Ja, screen sharing. Ja, zien fantastisch. jullie Ja, de praat, en een als jij deel van nog. de praatplaat. Ja, een deel van de praatplaat. Oh, je hebt op full screen gezet. Nou, fantastisch. Goed gedaan. Mirja, klimaatbestendig, klimaatrobuust. Ik hoor, met die droogte nu, ik hoor van alles door elkaar. Kun je wat Ja. meer daarover vertellen? Hoe zit dat nou eigenlijk? Ja, dat klopt. Er En worden heel veel misschien, termen. sorry, voor ik, Mirja, niet iedereen kent jou. Wil je even Oh. vertellen wie je bent en wat je doet? Sorry. Ja. Mirja Kits, ik werk bij Waterschap de Dommel tegenwoordig. En ik zit in het COP, of in het kernteam van het COP Beken en Rivieren al heel lang. Ik denk dat een deel van de mensen mij vooral kent van Waterschap Aa-Maas. Waar ik heel lang heb gewerkt met veel plezier aan onder andere bekerstelprojecten en water- en natuurprojecten. Zo ben ik ook in de COP gerold. En nu werk ik bij Waterschap de Dommel, ongeveer op hetzelfde gebied. En vanuit de COP Beken en Rivieren hebben we samen nagedacht over hoe kunnen we klimaatbestendige beekdalen, of hoe je dat ook wilt noemen. Hoe kunnen we daar mensen mee helpen, kennis uitwisselen over hoe dat uitziet en hoe je daarmee verder kunt. Top. Ik ben iets belangrijks, werd ik geattendeerd op de chat, en dit krijg je natuurlijk met zo'n online sessie. Normaal gesproken, in een kleinere groep zou het tof zijn om gewoon in de chat allerlei vragen aan jou te kunnen stellen, Mirja. Maar omdat we met zo'n grote, fijne groep mensen zitten, wordt het puinbak. Want dan kunnen wij helemaal niks meer volgen. Daarvoor hebben we een andere methode. En daarvoor wil ik je vragen: wil iedereen even zijn telefoon erbij pakken? Want ik ga mijn scherm zo meteen met jullie delen. Dat ga ik doen. Dan ga ik even naar deze app kijken. Waar zitten we? Heeft iedereen zijn telefoon bij de hand? Yes. Ik ga naar present mode in mijn ding. Ik neem jullie even mee, want anders denk je, wat is dat mensen nou allemaal doen, joh? Het is zo stil, maar ik ben heel druk bezig in de achtergrond. Ik ga naar full screen hier en dan ga ik weer eventjes hierheen. Zo. Want als je je telefoon bij de hand hebt en naar je browser. Je kunt het ook, wat ik meestal doe, is ik maak er een foto van. Ik ga het nu even screen sharen. Zo, share screen. Maar Mirja, ik kom zo bij je terug hoor, want dit is even belangrijk ook. Want mensen moeten eventjes weten hoe ze vragen kunnen stellen. En dat ga ik nu sharen met jullie. Je ziet daar hoe heet zo'n ding nou? Zo'n ding, weet je wel? Dat zwart-witte ding. Er komt iemand binnen. Hey Mirja, even kijken, ik ben nog steeds aan het even kijken. You are screen sharing. Bij mij staat hij op screen sharing. Kan iemand mij vertellen? Ik krijg nu. Oh ja, Mirja, zou jij jou heel even willen stoppen met screen sharen? Ja, zie je goed? Top. Ja, jullie zien het nu. Dat dingetje, de naam ben ik even kwijt. Je ziet zo'n zwart-wit vakje. Hè? Je kunt op je telefoon. Kun je daar een foto van nemen? Dus dan pak je je telefoon, maak letterlijk daar gewoon een foto van. En dan vraagt hij bovenin, vraagt hij, oh dat zie je niet, even kijken, vraagt hij hier, krijg je een soort slide-up. En er staat Open Slido in Safari. Dan klik je op en dan opent hij in Safari. Dus in mijn webbrowser is dat voor Apple-gebruikers. Mocht je nou een ander telefoon hebben, ga dan naar slido.com en log dan in en met die code. Of misschien werkt het ook wel op jouw telefoon hoor. En mocht je nou gedurende de presentatie van Mirja een vraag hebben, dan stel je hem hierin op je telefoon. En ik kan dat dan hier volgen en dan pluk ik ze eruit.
En ik zal zo heel erg mijn best doen. En het toffe is dat we op elkaars vragen kunnen stemmen. Dus als je zegt, hey, ik zie een interessante vraag, daar stem ik ook op, dat zal ik zo meteen toestaan, dan hebben de meest relevante vragen komen bovendrijven. Dus dat is even een belangrijke soort meta-ding voor de hele sessie. Maar ja, sorry dat het eventjes tussendoor moest, maar dat was even een dingetje. Mocht je niet oké zijn, zet het in de chat. In de gewone chat. Nou, ik ga... Mirja, jij kunt... Ik ga stoppen met mijn screen sharen. En Mirja, jij kan nu van mij weer overnemen als je wil. Ja? Yes, ik zie jouw scherm. Ja, je wilde graag van mij weten wat nou eigenlijk de term is. Hebben we het nou ja. Klimaatrobuust, klimaatbestendig, klimaatadaptatie? Ja. Misschien nog maar wat. Er worden veel termen voor gebruikt, maar ja, het heeft allemaal te maken met het klimaat dat verandert en de manier waarop wij met onze leefomgeving omgaan. Mm-hmm. En vandaag praten we over klimaatbestendig. En ik ga het niet hebben over, over definities, want daar kunnen we heel lang over hebben. Maar eigenlijk gaat het gewoon om hoe gaan wij om met extreme in het weer, met weersextremen. Hoe dealen we daarmee? Hoe richten we onze leefomgeving in? En wat kunnen we daar zelf aan doen? Oké. En we hebben het hier over een beekdallandschap. Wat komt er nou bij kijken? Hoe zit dat volgens jou? Ja, nou, het plaatje wat jullie nu op de achtergrond zien is eigenlijk een deel van de praatplaats waar Ernest net ook over vertelde. Dat eigenlijk gaat over, laat zien van zo ziet ons landschap er nu uit. Daar ga ik niet uitgebreid op in, maar dit is een heel normaal landschap in Nederland. Met name op de hoge zandgronden, een beekdal en het gebruik wat wij daarin plegen. En ik ga vooral snel door naar hoe ziet nou een klimaatbestendig beekdal of leefomgeving eruit. We zitten hier natuurlijk vooral bij elkaar met geïnteresseerden in beken en rivieren en beekdalen. Mensen die op de hoge zandgronden werken. En we hebben geprobeerd om in een plaatje te visualiseren wat er allemaal speelt. En waar je nu naar kijkt, is eigenlijk een beekdal, de leefomgeving zoals die er op de hoogstandgronden uitziet. En het plaatje probeert ultiem weer te geven hoe dat systeem in elkaar zit. Want het gaat eigenlijk in een beekdal vooral om een water- en bodemsysteem. En dat maakt dat het werkt zoals het werkt. Dus van bron tot monding hangt alles met elkaar samen. Mm-hmm. Waar de regendruppel valt tot waar die in de grote rivier uitkomt. Via het grondwater of via de beek. Dat hangt allemaal samen. Dus als jij bovenstrooms woont of werkt, heeft dat invloed op benedenstrooms. En dat probeert dit plaatje eigenlijk te laten zien. Dus te visualiseren hoe ingewikkeld het watersysteem, het water- en bodemsysteem in elkaar zit. Ja. En hoe het met elkaar samenhangt. Maar ja, kun je ons een voorbeeld geven? Hoe werkt dat dan? Wat doet men boven en hoe merk ik dat beneden dan? Met name in Zuid-Nederland, maar ook wel in Oost-Nederland is gebeurd. Ernest noemde net al de landinrichting. We hebben boven op de bult grootschalige moerassen ontgonnen. Om met name om landbouwkundig te gebruiken, maar ook... Ja, steeds meer steden of nieuwbouwwijken zijn in lage gebieden terechtgekomen. Daardoor wordt dat water dan niet meer vastgehouden, maar heel snel naar beneden gestuurd. Dus dat komt gewoon sneller beneden. Dus sneller in Den Bosch of sneller in Rotterdam of sneller beneden aan de beek. En als je vanuit dat systeem denkt dat alles met elkaar samenhangt en eigenlijk dat water van boven naar beneden gaat... Dan blijft, dit is een hele bekende term in de waterbeheerwereld, als je daar zorgvuldig mee om wil gaan, is het de kunst om dat water zo lang mogelijk vast te houden. Waar de regendruppel valt, wil je hem graag houden. Als je hem dan ergens kwijt moet, probeer je hem eerst te bergen ergens, dus ruimte voor water te creëren en op het allerlaatst pas af te voeren. En dat hebben we geprobeerd om dit plaatje te laten zien. Dus je wilt enerzijds laten zien hoe zit dat systeem nou in elkaar. En ook dat het heel logisch is om dat dus daar waar het water vandaan komt, om het daar zo lang mogelijk te houden voordat je het naar beneden stuurt. Ja.
ik kan me voorstellen, we hebben beperkte tijd en de ruimte. Ja. Jij kan hier 2 uur ons over vertellen, maar dat gaat nu niet. Hoe kunnen wij nou meer hierover te weten komen? Waar vinden we dit? Plaatje, dit is nog wat verder uitgewerkt. In wat Ernest net al vertelde. Er wordt eigenlijk ingezoomd per blok. Zoals we in deze maatschappij wonen werken. We hebben geprobeerd het te simplificeren in wat kun je nou in natuurgebieden doen. Wat kun je nou in landbouwgebieden doen. Wat kun je in de stad doen. En dat probeert dit plaatje weer te geven. En eigenlijk zijn er al heel veel ontwikkelingen op dit gebied. Wat zijn nou mogelijke maatregelen die je kunt nemen om klimaatbestendig te worden. Als je denkt vanuit de natuur, dan probeer je naar een zo natuurlijk mogelijk systeem te gaan. En voor zoveel mogelijk water vast te houden, door sloten te dempen, moerassen te ontwikkelen. En eigenlijk de natuur zijn eigen gang te laten gaan. En die gedachte van natuurlijk waar het kan, die probeer je eigenlijk in alle andere sectoren ook toe te passen. Ja. Dus bij landbouwkundig gebruik kijk je daar ook naar. Je ziet hier dat bovenop de bult een ander soort landbouwkundig gebruik is als beneden bij de beek. Mm-hmm. Dat er rekening is gehouden met welke gewassen er worden gebruikt. Een hele belangrijke is hoe ga je om met je bodem. Het verhogen van het organisch stofgehalte zorgt dat je heel veel vocht vasthoudt. Maar hier lopen al heel veel onderzoeken in de landen. Er worden ook door boeren al heel veel aan gedaan. Daar komt zo meteen nog een leuk filmpje over. Ja. En zo probeert deze praatplaat eigenlijk te versimplificeren. Wat kun je nou waar in het systeem doen? Mm-hmm. En deze plaat die vind je terug op de STOA-site. We hebben er ook een toelichting bij geschreven. Top. Ja. En we proberen ook niet... We willen ook niet insinueren dat deze plaat het nou is... Maar vooral te helpen in aan de ene kant te laten zien hoe complex is het systeem, hoe werkt het watersysteem. Ja. En anderzijds het ook simpel te maken van iedereen kan wat doen afhankelijk van de plek waar die zit. Ja. Ook in het stedelijk gebied zijn allerlei dingen te bedenken die uitgaan van het principe natuurlijk waar het kan. Dus waar de regendruk op valt, hou je hem vast door je regenpijp af te koppelen, door een groen dak aan te leggen, door meer ruimte te zoeken in groen. En ook door te kijken, waar zit ik nou? Zit ik op de bult waar ik het vast moet houden? Of zit ik naast de beek waar ik echt ruimte moet creëren voor overstromingen? Mooi. Ik zit een beetje met de tijd. Kunnen we afronden en dat mensen meer informatie kunnen vinden op de STOA-website? Ja, dit is sowieso te vinden op de STOA-site. Daar is meer te vinden op de klimaatbestendigheid. En we zullen ook zo even kijken of er misschien nog wat interessante links... Wat ik al zei, bij wijze van spreken, de hele wereld is tegenwoordig bezig met klimaatbestendigheid. Dus sowieso per sector, voor hoe je nou klimaatbestendig in de stad kunt worden, is heel veel informatie. Ik ga kijken of we daar nog wat links over kunnen delen. Ja, goed zo. Nog heel even, want daar hebben mensen fantastisch dingen op Slido gedaan. Er wordt gestemd, zie ik. Kan de praatplaat door iedereen worden gebruikt of zijn ze beschermd door auteursrechten? Dat is een hele praktische vraag. Officieel moet de STOA daar even antwoord op geven. Maar nee, die zijn niet beschermd. We hebben deze juist gemaakt voor iedereen. Hij is een hulpmiddel om in gesprek te gaan met mensen. Ja. Wij dachten door dit plaatje aan te bieden, je al dit gesprek aan kunt gaan. Maar ja, ik moest ook iets meegeven aan mensen van jou. Zou zeggen, gebruik dit plaatje vooral om gesprek aan te gaan, maar maak ook zo'n plaatje voor je eigen gebied. Mooi. Maak hem specifieker, dat mensen hem nog veel herkenbaarder vinden en zoek de maatregelen erbij die in dat gebied kunnen. Maar wel met de basisgedachte van het is één systeem, kijk hoe het systeem werkt, waar ik in het systeem zit, natuurlijk waar het kan en technisch als het moet. Mooi. Daarop inhakend, zijn beekdalen in Brabant, Limburg en Oost-Nederland goed vergelijkbaar met het systeem wat je hier hebt beschreven? Als je het aan een deskundige vraagt, aan een ecoloog, een hydroloog of een morfoloog, dan zul je het antwoord krijgen dat ze nergens hetzelfde zijn en dat elk gebied uniek is. Dat is ook zo. Maar in de basis komt het erop neer dat het een beekdal is iets waarbij water van een hoger gelegen gebied naar een lager gelegen gebied gaat. En waar dat met elkaar samenhangt,
En de problemen die daar spelen, ja, daar loopt dus iedereen tegenaan. Van iemand wat hier op zijn eigen plek doet, dat heeft gevolgen voor boven- of benedenstrooms. Dus ja, ja, je zult samen het gesprek aan moeten gaan om eruit te komen wie wat kan doen. Ja. Om het klimaat bestendig te maken. Dankjewel, Mirja. Mocht er nog dingen nabranden zijn, dat kan in de, in de Slido. Dus niet in de gewone chat. In de Slido, want dat is overzichtelijker voor iedereen. Wij kunnen jou een applaus geven. En dat is bij reactions. Onderin, rechts onderin, zie je zo'n smiley. En ik doe even zo. En dan zie je, yay, dankjewel Mirja. Namens ons allemaal. Dank. We gaan nu door naar Berno. Berno, Mirja, zou jij willen stoppen met screensharen? En jouw beeld weer uit willen zetten, alsjeblieft. En de vraag aan Berno om je camera weer aan te zetten. En ik kan jou ook eventjes... Oh, kijk. Berno. Wie is screenen aan het sharen? Oh, dat is van Berno. Fantastisch, dat doe je al. Jij bent aan het delen. Je staat op mute en je staat op onzichtbaar. En ondertussen zal ik je even introduceren. Berno is landschapsarchitect en is rijksadviseur voor de landelijke leefomgeving. En hij geeft ongevraagd en gevraagd advies over hoe Nederland moet worden ingericht. En daarnaast ben je druk bezig geweest met Panorama Nederland. En wellicht dat men daar wat uitleg over nodig heeft. Maar jij hebt een presentatie voorbereid. Ja, klopt. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Ja. Dat is mooi. Ik ga wat vertellen over Panorama Nederland in relatie tot...